Yo mensen, ik ben Mees. En ik ben Rutger. We zijn vandaag in het trampolinepark. We gaan vandaag wat challenges doen. Yes, en we hebben allemaal verschillende leuke dingen op programma staan. Mijn vriendin gaat ook een cijfer proberen zometeen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dat gaan jullie zien. 1500 duimpjes omhoog. Laten we dat proberen te halen. Mijn stem is een beetje kut. Want ja, ik heb een beetje te hard geschud. Dus ik heb een beetje keelontsteking. Kan gebeuren. Maar we gaan beginnen. Let's go. Voordat deze video begint, laat even iets leuks in de reacties weten. Wat wij kunnen doen. Het is nu nat en koud buiten. Misschien weet je wel een leuk idee voor buiten. Of een leuk park waar we heen moeten. Of een leuke challenge. Laat het weten in de reacties. Let's go. De eerste challenge is een lange run. Ik doe als eerste een challenge. Begin zo meteen daarboven. Doen we een handstand naar de trampoline. Backflip, double back. Ga hier erop. Doe je een cheat gainer. Of een kick the moon, hoe je het wil noemen. Sideflip hierheen. In één keer doorspringen. En tsuki haken. Lekker. Ga door, Rut. Kom op. Let's go. En sideflip en in één keer door, hè. Ja. Lekker. Die was super goed, gast. Oké, ik heb een challenge. Je staat hier standing en dan spring je naar de balk toe. Het is best wel ver, het gaat ook omhoog. En het moeilijke is, je moet vanuit daar proberen een front te poppen. Oh, lekker, gast. Ah, ja, nu hij. Ja, ja, gefixt. Ik ga double back doorcomboen naar Rudy. Netjes hoor. Oh, je kwam te hoog. Je ging net iets te snel. Oh, die had je kunnen doen. Double back naar Rudy, die komt nog. Ik ben helemaal gesloopt. Maar je krijgt nog het goed in de volgende video. De volgende is ook heel leuk. We gaan zo meteen vanaf hier. Neem je een aanloop. Dan maak je een dive roll naar het grijze blok. En dan kom je als het goed is precies zo uit. En dan kan je in één keer een frontflip poppen en landen op de mat. Ja, netjes. Yes. Wanneer jij? Lekker. Oh, bijna. Oh, nice. Iets hoger poppen. Dat is de eerste keer dat ik het ooit probeer. Ja, sick man. Zeker. Ja, lekker man. Oké, we gaan even een potje vloeris lava doen. Dit is het hele parcours. Je mag nergens de grond raken. Je moet helemaal naar de overkant. Mees tegen mij. We gaan kijken wie er gaat beginnen. Let's go. Betekent dat ik moet beginnen. En ben gewoon benieuwd wie de snelste tijd neerzet. Laat alvast in de reacties weten wie jij denkt dat gaat winnen. Ja, let's go. Ja. Lekker. Mijn vriendin Tirza, die gaat een cijfer proberen. Ze kan al een achteruitsalto. Ze kan al een flikvlak. Maar nog geen cijfer, die gaat ze nu oefenen. Helemaal. Ja, goed zo. Beter. Heel goed. Land op je rug. Ja, beter. Hey. Dat was hem best wel goed. Ja. We hebben hier een mooie basket. Stiekem mag hier niet aan hangen, maar wij gaan er even snel een swing gainer vanaf doen. Lekker. Oh, je zwaaide echt totaal niet. Ik ging heel slow, hè? Ja. Dat is bang voor die paal aan de achterkant. Netjes. Ja, iets heel engs. Kerst, twee van dat wat rare dingetje daar. Daar. Daar hoor. Ja. Lekker, gast. Lekker gat. Ik had hem kunnen landen, maar ik liep te goed los. Ik doe nog een trucje. Naar de herberg toe, een flippers. Proberen op voeten te landen.
flippers doen we best vaak, dus dat moet wel goed komen. Sick, 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 sick. Bijna. Oeh, wel een goede techniek, alleen net laag. Ah, je kan wel heel close doen. Ik heb nog een leuke challenge, Rutger doet deze niet heel vaak. We gaan op deze trampoline achter ons dubbel side doen. Ik begin wel en daarna mag Rutger. Gozer! Die is Rutger. Die was heel mooi. Oh, die was fucking hoog. Die was ziek. Die ging zo even snel. Landen. Let's go. Ja. Lekker. Ik heb nog één allerlaatste challenge. Jongens. Eén allerlaatste challenge en deze is uithoudingsvermogen. We hebben hier een lange trampoline. Je moet zoveel mogelijk backflips doen, maar je moet eindigen met dubbel full. Dus je moet wel zoveel backflips doen dat je nog weet dat je dubbel full kan landen. Steempjes gaan. Rutger mag het eerst. Heb ik maar één try om hem te doen? Ja, gewoon één try. Try. Okay. Kijk, ik ga van voren dan. Ga voor... Ja, je moet een doel stellen. Ja, precies. Dat moet wel. Anders ga je, anders ga je hem niet goed kunnen. Oké, okay. Ik ga voor 5 backflips dat doel voelen. 3, 4, 5, dubbel full. Nice, nice. Grappie. Oké, nu wil ik nog een keer. Ik wil 11. Ik mag nog wel een keer, want ik denk dat Rutger wel meer kan. 5 was redelijk laag. Ik deed er 10, Rutger gaat voor 11. 1, 2, 3, 4, 5. Easy gas. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nu! Ja, je hebt hem wel ingezet. Dit is het einde van de video. Abonneer op ons. Ik zie nu weer waar de camera is, maar heel duizelig. Tot de volgende keer. Later.